Ik wil hier zo niet zijn! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we dus teruggegaan naar de Perplexing Pool. De oude Distant Spring. Zijn we in de Submerged Castle terechtgekomen. Voor een van de gevaarlijkste dungeons van het spel als je het mij vraagt. En we willen hem gelijk het water ingooien. Purple Potion erop. Even onze team er even opgooien. Wil die ontdooien dan gelijk eventjes een potion er weer opgooien. Ik denk niet dat het nodig is. Nee, goed zo. Oké, nou we hebben hier gelijk eventjes nectar. Dat is handig voor onze Pikmin die dus net gedeflowerd zijn door die stomme vijanden die er stonden. Ik was eigenlijk liever wat veiliger naartoe gegaan. Maar we wouden toch die dungeon dolgraag hebben. Dus zijn we er gelijk in gegaan. Hebben gelijk hier al de treasure, namelijk een koekje. Bugbait, ook goed. Wat jij wil, als jij dat leuk vindt. Oké, dus we hebben ergens de vijand al verslagen. En nou hebben we dus hier, is dat een water? Nee, dat is Fiery Blowhawk. Oh, waarom Fiery Blowhawks? Oh, nee. Alles veilig? Iedereen goed? Oké. Nou, jij bent weer bezig met je vuur te schieten. Daar hou ik niet van, dus we gooien even heel veel Pikmin op je. Zoals je dus ziet, we zijn nogal vulnerable, omdat we hebben alleen maar blauwe Pikmin bij ons. En dan moeten we alle hazards mee gaan aanvechten. Nou, de reden waarom dat je dus zeg maar hier... De reden waarom dat je hier dus geen andere Pikmin mee mag nemen, is namelijk de puzzel van deze dungeon. Oké, we gooien hier eventjes al onze Pikmin even er tegenaan. Ja, er stonden nog een paar in de fik, maar dat maakt niet uit. Oké, hij is verslagen. Hun nemen de cupcake mee. En, oh, ik haat deze muziek. Oké, hier hebben we heel veel vuur. We willen er zeker voor uitkijken. Nou, de reden waarom dat je geen 100 blauwe Pikmin mee wil nemen is, er zit hier namelijk iets in deze dungeon die jou enorm kan helpen door deze dungeon heen. En daar wil je dus minder dan 100 Pikmin bij hebben. Wat het is, zullen jullie dadelijk ook zien. Oké, dus we hebben de cupcake bij ons. Kijk, zo honger van. Ziet er eigenlijk best wel lekker uit. Diet Doomer. Ja, als je op dieet bent en je ziet dat ding, dan... er ligt hier nog een treasure. Oké, gaan we even zoeken. Oh boy. Ook echt. Ik hou er hier niet van. Zoals ik al zei, vuur kun je met alle kleuren Pikmin eigenlijk aan. Alleen het is een beetje een gevaarlijke missie die je doet. Oké. Oh, die muziek. Ik haat die muziek. Oké, eventjes jullie uitschakelen. Oh, en zover ik weet, hoe langer dat je over deze dungeon doet, hoe gevaarlijker dat het wordt. Dat is het enige wat ik van deze dungeon echt nog onthouden heb. Dus je wil vaart maken. Oké, nou jongens, zoveel mogelijk. 20 is het maximum, oké. Oh, ik haat deze dungeon, ik haat deze dungeon. Nou, alles wat daarachter blijft gaat automatisch mee, dus daar hoeven we geen zorgen over te maken. De cave entrance, die zag ik net al hier. Oh, we kunnen al gelijk zeggen ontsnappen, mochten we willen. Van, weet je zeker dat je hier wel naar binnen toe wil gaan? Zo is het spel al. Weet je zeker dat je de Submerged Castle in wil gaan? Wil je niet veilig terug naar de oppervlakte waar we net een paar Pikmin kwijt zijn geraakt omdat we moesten haasten? 35. Base three wheel. Leuk voor je. Oké, dat was alles. Wegwezen hier. Door naar de volgende vloer. Oh, jongens, ik ben nerveus. Ik ben bang. Ik luister hier op deze. Oh, Submerged Castle, waarom? Ik haat de Submerged Castle. Submerged Castle, waarom moet ik dit doen? Oh, boy. Oh, goed. Nou, we hebben onze Pikmin hebben we hier. Vloertje 2. Oké, we hebben hier muurtjes. Gelijk eventjes deze naar beneden halen. Oh! Hello, buddy, my old friend. I come to kill you again. Ah. We hebben maar weinig Pikmin bij ons. Ik vind het wel lachen hoe dat die bol met rechts erbij staan van... Ik ben hier, ik ben junior. Ik sta hier maar gewoon. Daarom hebben we heel veel purple potions bij ons. Oh. En hij drinkt heel die nectar op in de cutscene. Dat is wel heel erg gemeen, blauwtje. Oké, we hebben comfort cookie. Niet echt veel waard, maar toch weer een koekje erbij. En dan hebben we dus onze Bulbmin. Bulbmin gaan enorm handig worden in deze dungeon. Aangezien dat ze tegen elke obstakel kunnen. Die we dus zeg maar vinden hier in de Submerged Castle.
De stroom is geen issue meer. Poison is geen issue meer. Eigenlijk is alles nou geen issue meer. Oké, eventjes jou even gelijk aan elkaar. Ah, dat zie ik eens eventjes. Sneaky. Oké, we moeten haast maken, jongens. We moeten opschieten. Even kijken, hoor. Daar kunnen wij volgens mij gewoon onze Pikmin overheen gooien hier. Gewoon onze Pikmin erop gooien. Kom op. Duurt lang. Oké, die hebben we. Goed. Die hebben we alvast binnen. Even gelijk deze even opengooien. Oh, dat maakt altijd zo'n interessant geluid. Dat is namelijk een nieuw systeem dat we nog niet hebben gevonden in Pikmin 2. Dungeons om verder te kunnen gaan, dat je dus ze open moet breken. Dit zijn dus zeg maar van die plekken waar je dus zeg maar de dungeons tegen gaat komen. Waar je dus echt ook een steen eerst uit de weg moet halen voordat je verder kan. Dus dan moet je echt even voor vechten. En dit is nou niet echt een dungeon waar je dat, je dat soort stuff wil hebben. Nog iets raars. Confection hoop. Zal wel. Whitney. Was dat alles? Nee, dat was niet alles. Oh boy. Jullie blijven alsjeblieft dicht bij mij in de buurt, jongens. Ik ben bang. Oké, daarachter zien we weer Bulborb. Jullie staan hier. Even snel dit hekje. Oh, jongens. Waarom? Oh, waarom? Oh, ik wil dit niet. Oké, jullie even aan de kant. Ik mis een paar. Jongens. Ik hoop dat ze veilig staan. Nee. Oké, snel weg uit die explosie daar. Oh, je mist echt je purples hier, jongens. Oké, de bom is geploft. Geen pick meer kwijtgeraakt. Dat is alleen maar gunstig. We hebben de 74, dat is gunstig. Oké, je bent uitgekakeld. Waar ligt de treasure? Daar ligt iets. Hoi. Ik ga naar beneden vallen op het moment dat we hier naartoe lopen. We moeten dan naar boven klimmen. Waar zijn die andere Pikmin? Oh, die staan nog bij... Oké, die staan gewoon bij de cave. Goed. Oké, schiet op jongens. Volg me. Oh, er zijn zoveel liefst tussen. Oh, dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Oké. Lopen! Goed. Oké. We hebben de treasure. Meenemen die app. Hebben we compleet? Oké, 20 zijn hier bezig. Ja, dan hebben we de 66. Nou weet ik dat dat stomme beest wat daarboven zit ons ook nog eens een keer gaat lopen irriteren. Er zit daar namelijk een Dweevil. Hi. Ik moet beneden spelen. Dus jij houdt van treasures. Oh boy. Ik weet dat jullie van treasures houden. Kans krijgen jullie niet. Die muziek. Ik haat het. Kijk, en dan op het moment dat die treasure namelijk langs loopt. Oh, en blijft boven. Nee. We hebben haast, jongens. We hebben hier geen tijd voor. Kill. Vermoord. Oh. Kom op. Word hem uit. Goed zo. Oké, zijn er 20 die dat aanbraken zijn? Ik hoop het wel. Ja, goed zo. Oké, neem dat ding mee. Schiet op. Oké, wij gaan alvast naar de cave. Oké. 40. Een donut. Chocolate cushion. Hartstikke leuk. Goed. We hebben weer alle treasures. Wegwezen. Snel. Geen seconde verspelen hier in deze dungeon. Geen seconde. Maar zelden player, waar ben je dan zo bang voor? Dat zien jullie wel dadelijk. Oh, ik kan niet geloven dat we het nog niet wakker hebben gemaakt. Oh, en nou doe ik mijn mond open. Damn. Ik moet mijn mond open te doen. Oké, we hebben wit. Wit boeit niet.
Dit gaan we gewoon negeren. Oké, Wally Walk. We killen jou eerst. Kom hier. Kom hier. Kom hier dan. Kom hier dan. Hè? Hè? Ja. Jammer, joh. Oké, aanvallen. Niks zit eronder. Technisch gezien. Oké, dan geen picknick bij. Goed. Oh, zoveel stroom en zoiets, daar kan ik eigenlijk niet bij hebben. Wat zit erachter? Oh. Technisch gezien is het hij het niet waard. Oké. Goed. Kom op, allemaal! Ik hoop dat ik vandaag heel veel flauwes heb gemaakt. Oké, door. We hebben geen tijd om te doen. Oh, verdurf is niet te wezen. Oké, we willen zoveel mogelijk elektrische hazards weghalen. Kom op. Val hem aan. Ik help mee. Ik ben ook immuun voor stroom. Die combinatie van Puffy Blowhawks en alles, hè. Oh, verschrikkelijk dit. Kom op. Goed, jij pakt even het blauwe team en gaat even aan die blauwe Puffy Blowhawk werken. Kijk uit voor de stroomaanval daar. Oké, hij is dood, hij is dood. Alle Pikmin terug fluiten, goed zo. Kom op. Kill hem. Oké, die is goed. Oké, jullie nemen dat ding mee. Concentratie, jongens. Echt verschrikkelijk dit. Oh boy. Oh, ze zijn al gemixt. Maakt niet uit. Goed. Even dat uitschakelen. Kom op. Breng hem mee. Oh, ik ben zo bang. Oké, dat is het race maar. Niks aan het handje. Het is maar de Tizer. Die maar 30 poko's waard. Waarom is alles hier zo weinig waard? Oh, daar hebben we weer een hulpje. Hulpjebrenger. Oké, even. Ja, gewoon swarmen. Swarm hem. Jongens, laat dat ding nou liggen. Kom gewoon hier. Meer. Waar is... Oké, daar. Mooi. Even meenemen. Oké, dus hebben we alles weer? We hebben alles weer. Goed. Waar zit dat hulpje? Ik zag ze daarachter net lopen. Die hebben we echt nodig. Oké. Paarse... Ja, paarse potion in je smikkel. Oké, goed zo. Nectar eerlijk delen. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk delen. Hoi, jij komt er ook bij. Is er nog een paar? Missen de vier. Oh, die smalle wegertjes hier allemaal. Oh ja, hoe sneller dat we zijn, des te beter. Jij kan niks maken. Je bent helemaal alleen. Oké. Koekje pakken. Oh, daar zit een dwiebel. Twee dwiebels. Ah! Jij zepper. Oké, hij is dood. Ik haat die zepper zo erg. We hebben er nog eentje die we moeten killen. Hou die beesten zo van treasures. We gaan heel eventjes. Oh. Ik ben zo bang. Oh boy. Kom de kei eens terug.
Elke Pikmin die we achterlaten, die is een levensgevaar. Ik ben echt bang, jongens. Ik haat deze game zo erg. Oké, we hebben het koekje. Dan weten we dat er nog een ander koekje ligt die we nog moeten halen. Waarom is alles zo weinig waard? Nee! 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 Oh, waarom heb ik in het begin van deze vloer mijn mond open gedaan? What is this? I can see it with my optical receptors, but my sensors cannot detect it. Could its physical form be anchored in another dimension? Attacking it is futile! Oh no, that's not helemaal mooi. If we could just force it to take on physical form, but in its current state... Danger! 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 Nee, hij is wakker. Dit is de gevreesde water raid. Wat hij gaat doen is... je Pikmin pletten. Daar komt het praktisch op neer. Zijn enigste doel is om je Pikmin te pletten. Jongens, blijf bij me. Ik wil het hele team bij me houden. En dan hebben we ook nog eens een keer stroomhazards. Hij vindt het... Hij kan niet gestopt worden met als hij aan het aanvallen is. Hij rolt gewoon overal doorheen. Hij rolt overal doorheen en kan in één klap heel je Pikmin team... Ja, vernietigen. Oh boy. Oké, hij zit daar. Oh boy. Oké, als jij nou... Heeft hij die treasures uitgeschakeld? Zijn er ook treasures uitgeschakeld? Of ben ik het... Oh boy. Oké, jij zit daar. Daar hebben we niks... Oh boy. Nee, die ziet ons niet. Waarom is nou niks een flower? Oh boy. Oké, waar was het koekje? Oké, ja, ik moet nou echt uitgezoomd spelen. Want dit zijn echt hele smalle paadjes waar we doorheen moeten lopen. Het is heel makkelijk om je Pikmin tot ze vast komen te zitten achter zo'n... Waarom leef jij nog? Ga heen. Ik heb geen tijd voor kleine rotbeesten zoals jij. Water Raid is wakker! Killt hij echt treasures? Hij killt treasures! Hij killt treasures! Hij killt treasures! Oké. Okay. Oh, die Dievel die leeft nog. Oh, daar komt hij aan! Daar komt hij aan! Ik ga hem snel aan de kant! Ik ben zo bang voor de beest! Oh boy. Ga je deze kant op? Nee, hij gaat daar. Wat ga jij daar doen? Jongens, daar ligt die treasure. Nou komt hij wel deze kant op. Oké, run, run, run je boot. Ren nou hard weg. Blauwe Pikmin schiet nu op, want anders hebben we pech. Oh boy, als hij te dicht bij mij in de buurt komt met heel mijn Pikmin team, dan zijn we de Sjaak. Oké, je ziet me niet, je ziet me niet. Je weet niet waar ik heen ga. Stop beest. Oh boy. Ik haat jou. In 86 verschillende talen. En dan focus op die Dievel. Oh, hij heeft iets anders opgepakt. Nee, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Nee, 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 nee. Ga weer die kant op. Ga daarheen. Ga daar. Gaat daar ginter heen. Ga dan een rondjes lopen draaien. Stom beest waar je er bent. Nee, nee. Die kant op, die kant op. Nee, oh, ik haat jou, Water Raid. Oh. Oh, ik haat jou zo erg. Wat is hij daar nou aan het doen? Oh, nou is hij daarin gegaan. Oké, prima. Dan ben je niet later kan. Serieus, ik heb er geen last van. Oké, hij is die kant op gegaan. Dus als we nou heel voorzichtig zijn en laten die gele twiever voor me rust, kunnen we dat koekje pakken. Pak hem. Ja, jij hebt dat spinnenbeest opgepakt. Oké. Okay. Hij is nog ver weg. Mijn kapitein blijft daarbij. Oh, nee, 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 nee. Oké. Open dit. Waar is hij? Oké, hij is hier. Mijn kapitein staat daar klaar. Hij staat een rondje aan het lopen, goed zo. Oké, jullie staan daar. Lopen, 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 lopen. Komt hij ons achterna?
Ja, hij komt ons achterna. Fluit ze! Hoi. Alles kids. Leuke tweewieler heb je daar. Boy, kan je ons achterna? Hij blijft ons achterna zitten. Oh, hij draait om. Waarom ga je er? Als het goed is, kan hij hier nog niet eens komen. Jij kan hier niet komen. Oh, plaats dat koekje daar nou. Alsjeblieft. Oké, die zit veilig, denk ik. Goed. Lee zegt me dat dit het enige treasure nog was op deze vloer, dat we hierbij kunnen gaan. 10! Al die moeite voor 10! Oké, ja, hij is klaar. Wegwezen hier. Weg, 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 weg. Oh. Dit is niet gezond. Help. Hallo. Even rust. Oh, dit was een raid. Als je denkt dat je van hem af bent. Nee. Maar het duurt eventjes voordat hij terugkomt. Goed. Oké, eventjes paarse team. Paarse team, Bobmin team. En aanvalsteam. Goed. Oké, even deze poison dingen even aan de kant gooien. Hier hebben we er nog één. Oh, nee, geen bomrocks! Oké, ik kwam niet te dik bij... Oeh, reinforcements! Reinforcements, hi! Nee! Oh, poison! Hebben we alles? Oké, we hebben alles. Hi. Goed. Burp. Oké, val aan, val aan, val aan, val aan. Goed zo. Zoveel mogelijk flauweriseren. Goed zo. Goed, dan hebben we er nog één. Kom maar hier. Kom maar hier. Boemetje. Ik hou van de purple potion. Ik hou van de purple potion. Ik hou van de purple potion. Oh, we hebben heel veel flowers nu. Oh, dit is kut, zeg. Goed. Jij. Ik weet dat de andere team er ook even eentje bij heeft, maar we willen zoveel mogelijk hersens even uit. Weet je wel, verzamel gewoon allemaal. We hebben gewoon 100! We hebben er gewoon 100! Oké, zit er iets boeiends achter? Een ei. Ja, dit is heel boeiend nou op het moment. En misschien zelfs nog een safe zone mocht hij in de water rate weer terugkomen. Oké, nou, die is klaar. Heel veel nectar. Ik wil geen leaves meer hebben nu. Oké, alles is een flower. Oké. Dit is gunstig. Nee! Oh, alsof dat dit nog niet moeilijk genoeg is! Oké, hier zit een treasure achter, toch? Ja. Batterij. Batterij! Zullen hier nou ook nog zeep tegenkomen? Dan ga ik helemaal... Oké, neem het mee. We volgen jullie. Weet jullie niks? Elke treasure die we terugbrengen, is weer iets minder stress. Alles wat we meenemen, doe dat, doe dat. Ik hoor nog geen angstig geluid, dus ik denk dat we nog safe zitten. Oké, en volgens mij krijgen we nou ook geen cutscene meer op het moment dat hij terugkomt. Ah, triple A-batterij. Proton AA! Nee, dit is duidelijk. Of is er wel een... Volgens mij is het een triple A. Nou, ik heb hem natuurlijk geroepen op eerst, hè. Oké, even weer helemaal verzamelen. Allemaal bij elkaar. Nobody's left behind. Oh, bomrok. Ah, twee bomroks! Zeg maar dat ik hier verder sta. Dit is zo not fair.
Alsof dat die Water Raider niet moeilijk genoeg is, ga je ook nog eens een keer van die vallende bombox neergooien. Ik haat je spel in 1000 verschillende talen. Oké, neem me mee. Oké, kom op. Kom op. Nee, oké, volg ons. Volg ons, volg ons, volg ons. Laat jezelf maar lekker op. Laat jezelf maar lekker op. Boom, doei. En alsof dat gewone bomrocks nog niet gevaarlijk genoeg zijn. Oh, Flimbeedle! Oké, we moeten terug om die Pikmin zo snel mogelijk daarop te halen. 130 voor Japanse zut. Open Archie. Het zal wel. Lekker belangrijk. Oké, hij is alweer terug. Jullie nemen dat mee. Sluit hun terug. Ik heb hem nog niet gezien. Kom op, jongens. Het gaat heel gunstig. Oké. Botersnoepje, witte chocolade, Pale Passion. Maakt niet uit. Hartstikke leuk. 25 poko's, niet waard. Het is hier zo niet waard om hier te zijn. Oké, we hebben hier alle treasures. Waar is de cave? Oké, bovenin. We hebben al onze Pikmin. En al onze Bulbmin. We gaan naar huis. Heel snel naar huis. Voordat dat beest weer komt. Oh, dit zit hier geblokt. Kom op, maak open. Oké, we zijn safe. Oké. Ja, ik ga dieper. Dit is niet goed voor je zenuwen, jongens. Dat kan ik jullie wel vertellen. Holy snijkies. Sublevel 5. Final floor, zeker. Oké. Ik zat eraan te denken om dat eigenlijk als finale te doen, maar... Ga ik ook doen. Deze aflevering loopt veel te... Ik heb even een moment nodig. Jongens, ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik weet het is final level, maar dat maakt niet echt zoveel uit. De volgende aflevering krijgen we gewoon dan de baas. En de rest nog van wat de bovengronds nog te doen is. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of een vraag over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Pikmin of Let's Play Terraria. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter voor deze stress die ik heb doorgetomd. Ik had voor jullie entertainment. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!